Brunch & Bubbles, alweer de aflevering 12. Daarna nog één te gaan. Met een hele bijzondere aflevering. Ik ben op bezoek geweest bij Johan van Blerk. We kennen hem, hè, van de flora en fauna hier, vaste gast. En ja, het was echt een indruk. Die heeft daar een 5,5 hectare knoek, echt knoek. En dat moet zijn botanische tuin worden. Wat daar heel bijzonder is, die hele tuin is afgezet met een cactuswaag. Dus eigenlijk een grotere cactuswaag dan hier. Dat houden we geheim. Dat houden we geheim, mag niemand weten. Maar doordat die cactuswaag er is, komen daar nu al sinds een jaar geen geiten, geen ezels, die al het groen eigenlijk allemaal wegvreten. Mm-hmm. Je ziet precies dat stuk van hem, je ziet bij de buren, is alles kaal bij hem. Is nu weer heel veel natuurlijke, bijzondere bomen, eigenlijk die allemaal groen zijn en echt bizar. Net als vroeger. Uiteindelijk, maar hij vertelde ook dat vroeger, voordat de Spanjaarden hier waren, was Bonaire een groen eiland. Ja, ja. En het zou weer groen kunnen worden als we op een of andere manier weten te reguleren. Maar ook dat we water moeten hebben. Ja, dat is ook belangrijk. Dat is een heel groot probleem. Daar komen we allemaal op terug. Dus kijk daarnaar. Verder hebben wij Luviana Rodriguez. Zij is van Animal Shelter. Ook weer bijzonder, want die vieren vandaag daar bij de Animal Shelter 22 jaar sterilisatie. Okay. Honderden katten en honden zijn gesteriliseerd. Ik kan het zeggen. Ja, 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 nee, honden en katten, don't worry. Voor de ongewenste nesten van honden en katten waren er nog steeds, pak een beetje 500 sterilisaties per jaar. Zo. We hebben een speciaal sterilisatiefonds. Gaan we allemaal vertellen, daar. En uiteindelijk gaan we ook nog weer even in gesprek met Louise Boekenstein van de Stichting Kinderen Bonaire. Ook dat is weer een mijlpaal. Die kinderen, ja, die met steun van de Stichting Kinderen worden opgeleid tot zwemdiploma A, zijn nu al heel snel eigenlijk toe aan diploma zwemmen. Over een week of twee, drie. Oh. Daar willen we alles van weten natuurlijk. Maar we gaan nu eerst koken. En het is jouw laatste kookpartijtje hier. Ja. Want dan ga je even op vakantie. Hè? Even terug naar Nederland. Ja, en wat doen we dan zonder jou? Die laatste uitzending. Ja, dan gaan we iets anders, iets leuks doen. Ik kan het wel vertellen hoor. Ja? Culinaire team komt hier dan. Vier jonge, talentvolle koks gaan dan hun kunstje vertonen. Ja, moet zo. Nou, ik ga nou mijn kunstje doen. En jij gaat nou jouw kunstje. Hey, ja. Succes. Dank je. Ja, ik wil een compleet gerecht gaan maken. Ik wil een biefstuk van kalkoen gaan maken. Met mango chutney. En een lekker buiteltje van rijstpapier. Wel in het rood dit keer. En ik heb risotto over. En daar wil ik kroketjes van gaan maken. Maar ik ga het eerst, wat het langst duurt, doe ik al het eerst. En dat is de mango chutney. Dus ik heb verse gember. Kleine blokjes gesneden. Knoflook. Een rode jalapeno peper. Lekker veel ui. En suiker gaat erin. Een currypoeder. Gemberpoeder. Een beetje curcuma. Blijft de kleur mooi geel. En mango. Ik heb gewoon lekkere diepvries mango. Is hartstikke mooi. Wel een beetje kleiner snijden. En alles is natuurlijk terug te lezen op brunsandbubbles.nl. Er staan alle recepten uitgewerkt. Niet op de gram nauwkeurig werken. Een beetje improviseren mag best wel. Dat doe ik altijd eigenlijk. Kijk, mango erbij. En het chutney is eigenlijk heel veel smaken bij elkaar. Want we hebben zoet van de suiker. En de gembersiroop doe ik er nog bij. Geef je nog een klein beetje extra pitje. En er mag azijn bij, dus we hebben een zuurtje. En ik had nog een beetje appelazijn staan. Mag er gewoon bij. En water. En natuurlijk gewone peper en zout. En dan breng ik hem aan de kook. En het laat hem, als het kookt, gewoon lekker 3 uur pruttelen. Zomaar zachtjes, de alle smaken lekker op elkaar intrekken. Dat het vocht verdampt. En daar een mooie, dikke chutney overhoudt. Dus gewoon lekker laten pruttelen. Niks aan de hand. En je kan het ook lang bewaren. Er zit natuurlijk extra suiker in. Er zit een zuurtje in. En dat vinden bacteriën niet leuk, dus dat is lang houdbaar. Wel even erbij blijven, er zit natuurlijk veel suiker in. Dus af en toe roeren.
Want dan kan het best een beetje aan gaan branden. Dus na een poosje gewoon lekker pruttelen, houden we deze mooie mango chutney over. En dan gaan we straks het gerecht mee afmaken. Louise, welkom. Hoi. Ik heb een hoop met je te bespreken, maar namelijk eerst even zeggen, laten zien waar we het over gaan hebben. Want ja. We waren erbij. Ja. De eerste, nou, we zijn nu bezig met, ik geloof, les 6 of 7 bij Hillside. Ja. Met de kinderen die straks gaan diploma zwemmen. Kijk even mee. Begrijp ik? Ja, ja, in en Nederland. Hoe lang bestaat nu Splash op Bonaire? Splash bestaat nu, dat vraag je me wat, 4 jaar. 4 jaar alweer, ja. Oké. Okay. Ja. Heel belangrijk, want onderzoek heeft uitgewezen dat er op Bonaire circa 100 kinderen zijn die of helemaal niet kunnen zwemmen, of een beetje kunnen spartelen, met heel veel herrie nauwelijks vooruitkomen. Ja, ik denk zelfs dat het er nog wel meer zijn dan 100. Nog meer, denk je zo? Ja, wel veel meer. In ieder geval, wij hebben toen de stichting opgericht, Stichting Kinderen op Bonaire, samen met Rodrik Groenman, notaris, Wim Koster en ikzelf, om eigenlijk te zeggen, jongens, hier moeten we iets aan doen. Kinderen die op dit eiland wonen en niet kunnen zwemmen, dat is niet alleen levensgevaarlijk, maar die kinderen missen eigenlijk van alles. Ja. Vertel, wat missen ze? Waarom is het zwemmen belangrijk? Nou ja, het is belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Ja. Ze krijgen ook een stukje meer vrijheid als ze kunnen zwemmen. Ja. Vooral ook op het moment als de ouders, of als je niet veel geld hebt, dan kan je altijd nog lekker de zee in met je vriendjes en vriendinnetjes. Ja, dat is altijd leuk om te doen, dagje strand. Ja. Nou, en daarnaast is het gewoon ook voor bepaalde sporten belangrijk. Wedstrijd, zwemmen, waterpolo. Dus een stukje sport zit erin verwerkt. Maar ook vooral voor de toekomst van de kinderen. Dus voor banen. Denk aan de politie, de brandweer. Nou zijn wij 23 maart, herinner ik mij nog goed, was je hier ook te gast. Toen zijn we begonnen. Ja. Toen hebben we bekendgemaakt dat de Stichting Kinderen op Bonaire van start is gegaan met de eerste zwemlessen. En dat was fantastisch, want we hadden door een benefietconcert hier bij Red Palm Village met Sanne Hans van Miss Montreal, hadden we behoorlijk 3000 opgehaald. Later hebben we nog wat geld gekregen uit Nederland van het Armoedefonds, nog eens een keer 5000. Dus we hadden $8000 om in ieder geval te kunnen gaan starten. Nou, we zijn toen gestart, 23 maart, met jullie steun vanuit Splash. We hebben samenwerking gekregen met Zorg en Samenleving van het eiland. Met name de wijkcoördinatoren die precies konden selecteren welke kinderen ook inderdaad het geld er niet voor hebben om die zwemlessen zelf te kunnen betalen. Want zo'n zwemles, is het duur, niet duur. Ik weet, want als je als particulier bij jullie een zwemles doet, dan kost dat $15 per les. Is ook noodzakelijk, want ik heb gezien. Ja, dat is niet eens big booming voor jullie. Dat is, nee. En soms niet. Dan met pakketten werken we. En toen in gesprek eigenlijk met Louise, hebben jullie eigenlijk een fantastisch aanbod gedaan door eigenlijk te zeggen van, we gaan nu niet rekenen per kind, maar we rekenen $50 per les. En als we dan 8 kinderen hebben, dan praten we niet meer over $15, maar praten we pak een beetje over $8. Ja, precies. En het is natuurlijk fantastisch dat jullie dat gedaan hebben. En we zijn begonnen. En wat eigenlijk het meest mooie nieuws eigenlijk ook is, want we hadden een beetje ingeschat, dat je wel zeker 40, 50 lessen nodig hebt om tot dat diploma aan te komen. Ja. En we zijn nu al bijna zover dat de eerste gaan. Wanneer? Gaan afzwemmen. Ja. Waarschijnlijk over 3 weken ongeveer. Over 3 weken? Want aankomende week gaan ze dus voor het eerst de zee in. Dus dat is de eerste week. En dan die week daarop doen we proefzwemmen en dan afzwemmen.
En dan hebben we dus gehad over 6 en misschien over 10 weken, 9 à 10 weken. Ja. En dat komt denk ik vooral, want ik ben in mijn bezig kijken van de week alweer, dat ze niet bang zijn. Ja, klopt. Veel zijn er niet bang. En nou, er zitten er wel enkele tussen die bang zijn. Die zullen dan nog even dooroefenen. Ja. Maar het scheelt heel erg dat de kinderen wat ouder zijn. En ze willen heel graag. Ze zijn heel gemotiveerd. Ja, ja, absoluut. Ja, dat is echt heel leuk om te zien. Ja. Dus ze willen zelf ook heel graag. Ja. En ja, we hebben nu dan een groep van 16 kinderen zijn ermee gestart. Waarbij we nu met 1 groep gaan afzwemmen naar de zee. En dan kunnen we ook gelijk weer een nieuwe groep laten starten. Dus. En waarom moet je naar de zee? Ze hebben nu dus bij Hulsheid hebben ze gezwommen. En waarom gaan ze naar de zee nu dan? Ja, ja, omdat het zwembad, we hebben op Bonaire nog steeds geen 25 meter bad. Dus we moeten afzwemmen in zee. Ja? En daardoor zullen we ook de lessen eerst nog in zee moeten voortzetten. Ja. Omdat we zeker willen weten dat de kinderen geen angst voor de zee hebben. En ik moet zeggen, ik ben wezen kijken weer de tweede keer. Ik heb zo'n respect voor de mensen die daar les geven. Want ja, jij bent hoogzwanger, dus jij staat aan de kant nu even, denk ik. Ja. Je doet alle organisatie gelukkig. Maar Dorothee was het? Dorothee heet ze toch? Dorette. Ja, Dorette. Man, wat een geduld heeft die vrouw, zeg. Het zijn ook niet de makkelijkste kids, geloof ik. En ook zo leuk, er zitten er ook een paar bij. Die kunnen bijvoorbeeld de schoolslag heel goed. En dan moeten ze natuurlijk die anderen ook allemaal leren. Ja. Maar dan zie je als ze stiekem... Dan gaan ze gauw weer met die schoolslag door, weet je wel. Maar ze moeten die anderen ook leren. Ja. En wat zal het top zijn, zeg, als dus binnenkort gewoon zij dus de eerste zwemdiploma's hebben. Ja. En daar gaan we echt iedereen bij uitnodigen, hoor. Ja. Maar dan zijn we er nog niet. Want doordat we nu, we zijn begonnen, het wordt bekend ook. Ja. En ja, nu, we hebben nu al een wachtlijst van pak een beetje 100 kinderen. Ja, dat gaat hard. Want de mensen krijgen er meer weet van, dus er worden steeds meer mensen aangemeld. Ja. Dus het is we wel blijven belangrijk nog steeds dat we... streng, weet je wel, moet niet... Als je het zelf kan betalen, moet je het zelf betalen, maar als je het niet kan betalen, dan... En dat is gewoon een grotere doelgroep als dat we denk ik sowieso voorzien hebben. Ja. Ja. Dus we zitten hier nu ook bij elkaar om gewoon heel eerlijk te zijn tegen onze kijkers. Simpel, we hebben meer geld nodig. Die 8000 is straks op en dan kunnen we niet verder. Dus eigenlijk hebben we heel concreet hebben we een vraag aan de kijker. Voor die $50... wanneer die $50 doneert, dan betekent dat die 8 kinderen weer een stap verder kunnen. Ze allen een uur kunnen zwemmen. Nou, nog een paar weken erbij. Een aantal mensen die 50 en we kunnen er veel meer gaan opleiden nog. Ja, precies. Veel meer. Wat ook kan, dat hebben we ook nu ongeveer uitgerekend. Als iemand in staat is en bereid is om $300 te doneren, doneer je eigenlijk gewoon een compleet zwemdiploma. Ja, precies. En dat moet toch wel ongelooflijk goed gevoel zijn, lijkt mij. Als je hier op het eiland woont en je kunt het betalen, we durven het te vragen. Ja. En we gaan het ook vragen, toch? Ja, we gaan het zeker vragen. We gaan het vragen. Maar hoe? We gaan het ook in beeld zetten. We durven het te vragen. Want ik denk zeker voor de mensen die hier op Bonaire wonen en allemaal genieten van het water, hè, op het water, onder het water, over het water. Ja, helpt dat, de anderen ook. Ja, helpt die andere kinderen, in godsnaam ook. Maak die 50 of die 300 alsjeblieft vandaag nog over op Stichting Kinderhulp Bonaire. MCB Bank 415-14503. Ik ga het nog één keer zeggen. Stichting Kinderhulp Bonaire 415-14503. En bij online bankieren moet je vaak ook nog een adres geven. Ja. En de adres is Caminda Sorbonne nummer 20 Kralendijk. Althans, hier. Wij als stichting zorgen ervoor dat het geld gegarandeerd alleen daar terecht komt waar het nodig is. En dus eigenlijk met jullie... Maar we gaan gewoon nog even door, hoor. Dat is de kookwerker voor de babbels. De lengte van de babbels. Maar we gaan nog even door. Dan pik je gewoon een extra tijd erbij. Wij zorgen ervoor dat het geld goed gaat. En jullie nog hartstikke bedankt dat jullie het eigenlijk voor die kostendekkende prijs gaan doen. En laten we hopen dat de kijker ons... En met ons, die kinderen, te helpen. En we zullen zeker ook daarna nog bij de bedrijven langs gaan. Want laten we eerlijk zijn, er zijn heel veel bedrijven die hun geld verdienen en terecht verdienen in de watersport. Laat dat stukje, alsjeblieft, laat die kinderen ook meegenieten. Is er nog iets aan toe te voegen? Nee, ik denk dat alles gezegd is en ik hoop dat heel Bonaire zwemveilig wordt. Zwemveilig wordt, precies. Ja. Ja? Nog één keer dat bankrekeningnummer, ik ga het echt doen. 415-14503. $50, eenmalig. $300, fantastisch. Maar is het minder, een heleboel kleine stukjes bij elkaar. Ook van harte welkom. We hopen later gewoon via Facebook u op de hoogte te houden van de vorderingen.
En laten we zorgen dat we die wachtlijst van die 100 kinderen zo snel mogelijk wegwerken. Dat we de hele zomer door kunnen gaan met de zwemlessen. Ja. Jullie allemaal alvast nu bedankt. We rekenen op jullie. He? Ja, ik heb een mooi stuk kalkoenfilet. En dan gaan we een mooie fars maken of een vulling. Dus dan pak ik het haasje voor. Er zit altijd wel een vliesje in. Dan ga ik er even uitsnijden. Dat is al die taai. Dat is niet fijn. Kijk. Dus een klein beetje in blokjes snijden. Nog een puntje eraf. Dus ook, we moeten een mooie vierkante plak overhouden. En die gaan we dan oprollen. Maar eerst de fars maken. Dus kalkoen. Even fijn draaien. Eerst even zonder vocht, dan pakt hij lekker. Dan ga ik er nou een eitje in doen. Ook een beetje voor de binding. En allemaal smaakjes. Knoflook. Klein beetje sambal. En eigenlijk vind ik het, dat is niet mijn smaakje, maar nootmuskaat geeft een hele mooie volle smaak aan kip. Dus ik doe altijd een klein beetje erbij. Maar niet overheersen. Ja, en peper en zout natuurlijk. Kijk, hij is natuurlijk hartstikke stevig. Het is allemaal eiwit en vlees. Dan gaan we het lekker romig maken met slagroom. Zodat hij toch mooi stevig wordt, maar toch lekker zacht. Die combinatie moeten we een beetje vinden. Kijk. Een mooie vulling. Fors. Lekker romig. En dan heb ik bruwaas gesneden, al blokjes van rode en groene paprika, wortel. En dan gaan we dat mooi mengen. Leuke kleurtjes, maar het oog wil ook weer wat. Oké. Dan gaan we een mooie vierkante plak snijden. Ik kan het ook van kip doen, maar ik heb nog kalkoen, dus. Een mooie rechthoek maken. Kijk. Ook peper en zout erop. En dan gaan we insmeren met die vulling. Ik had een leraar vroeger die zei, ook aan de rand wonen mensen. Dus ook gewoon aan de rand van de kalkoen ook insmeren. Vind ik het leuk nog een beetje kleur erin te doen. Heb ik witte kaas. Maak ik blokjes van. En die strooi ik er ook nog even overheen. Je mag al je creativiteit in de rol stoppen. Oké, dan gaan we oprollen. Ik heb gewoon twee laagjes plastic folie. En dan goed aandrukken. En een mooie rol maken. Oké, dan kun je deze kant ook nog even peper en zouten.
Nou, touwtje er rond. Blijf, alle smaak blijft erin. Vroeger deed je het in een servet en dan deed je het in een kruidenbouillon. Nu kan het mooi in plastic folie en dan kun je gewoon water gebruiken. Kijk, en dan gaan we die pocheren in warm water. Het is net geen diepe bak, dus moet even blijven rollen, zodat het helemaal rondom gepocheerd wordt. Ik kom zo bij je terug. Dat geluid hoor je niet zo vaak meer als vroeger. Want steeds meer ondernemers werken samen met de Statiegeld BV. Die recyclen flessen en kratjes. Dat is beter voor het milieu en voor je portemonnee. Maar er is nog meer goed nieuws. Statiegeld bier kun je nu ook krijgen bij de Sunshine Supermarket. Daardoor kunnen voortaan niet alleen ondernemers, maar ook particuliere Statiegeld bier kopen. Jij dus. Lijkt me duidelijk. Op naar de Sunshine Supermarket voor je Statiegeld biertje. Hoppie bon, toch? Leni, volgens mij ben je al met pensioen, is het niet? Ik ga nooit met pensioen. We hebben het over dieren op Bonaire. Er zijn een aantal lokale organisaties actief op Bonaire met honderden vrijwilligers. Wat houdt die steun van Dierenlot nou concreet in? Nou, Dierenlot die steunt ze met hele simpele dingen, dat ze vervoer hebben. Ze krijgen wat extra geld ook voor voer, voor steriliseren, castreren, noem maar op. Al die zaken. Al die zaken die je gewoon nodig hebt als je vrijwilliger bent en je wilt een dier redden. En er zijn natuurlijk nog dingen, er moeten nog meer dingen gebeuren. Dus er moet nog meer geld komen. Het gaat om dat individuele dier wat door ons in de problemen is gekomen. Zorg daar ook voor als je er niet meer bent. Heb je een beetje geld over, je erfenis, een legaat, geef het aan Dierenlot. Laat al die mensen die nu zo actief zijn om die dieren te helpen, geef die ook de kans om door te gaan. Het is zo belangrijk. En je weet zeker, en dat is wat ik uit mijn hart kan zeggen, iedere cent wordt gebruikt voor het dier. Hoe kan ik me eigenlijk opgeven als ik iets wil nalaten? Nou, daar hebben ze iemand voor bij Dierenlot. Sander bellen en dat komt helemaal goed. Sander weet precies wat je moet doen. En hoe kan ik dat regelen als ik iets zou willen nalaten aan Dierenlot? Dan kan je mij het beste mailen op nalaten@dier.nu. Nalaten@dier.nu. Lieve mensen, het is daar zo mooi bij jullie en zulk mooi weer. Maar alsjeblieft, voor de dieren is het daar nog niet goed. Doe iets voor de honden, de katten en ook wat gebeurt er op de stranden. Ga acties ondernemen. Help alsjeblieft al die prachtige organisaties van Dierenlot. Geef ze een donatie en doe iets in uw testament, legaat. Geef niet wat u doet, al is het ook maar 10 euro. Overal zijn we blij mee. Want daarvan, van die 10 euro, kun je weer een dier redden. Nou, wat is er nu mooier als u dat met uw geld kunt doen? Nadat je denk ik een keer of 5, 6... bij ons in onze buitenstudio bent geweest met prachtige verhalen over flora en fauna, hebben we het vaak gehad over deze plek. En ik vind het eigenlijk fantastisch dat we op deze plek eigenlijk jouw geweldige serie voor dit seizoen gaan beëindigen. We zijn nu op de Botanische Tuin en dat is ondergebracht in een stichting. Vertel er even over. Klopt. Deze Kunuku is een jaar of 9, 10 geleden omheind met een hek en een cactushaag. En er is een stichting opgericht om het te gaan beheren. Stichting Botanische Tuinen Terrabarra Bonaire. Een hele mond vol. Ja? Het doel van de stichting is om deze Kunuku te beplanten met alle soorten bomen die op Bonaire voorkomen. En ook alle planten. En er een educatietuin van te maken. Hoe groot is het ongeveer? Het is 5 hectare. 50.000 vierkante meter. Dus we hebben nogal de ruimte om dingen te planten. En dat is in jouw handjes gestopt van, Johan, maak er wat moois van. Klopt, ja. De mensen die het hebben opgericht, die zijn van Bonaire vertrokken. Mag ik zeggen wie het en, is? Het was Harm Streefkerk van het architectenbureau en Irene Dingjan. Ja. Jaren aan... Directeur van Bonata. Van Bonata geweest, ja. Klopt. En die zijn vorig jaar vertrokken naar Nederland. Ja. En ik kreeg de kans om het stokje over te nemen en de botanische tuin verder te ontwikkelen. Want er is al een hoop. En het moet ook een educatiecentrum worden, ook voor de jeugd, denk ik, voor scholen. Ja, klopt. Van scholen, jeugd, ook toeristen, gewoon over de natuur van Bonaire. Bomen,
Ook de struiken, de fauna, de vlinders, vogels. Nou ben je al volop aan het herbebossen gegaan. Want hij vertelt me zoveel. Dus ik ga toch even kort samenvatten wat hij me al verteld heeft. Want als je hier in deze, we zitten op 4 kilometer ongeveer buiten, buiten de stad richting Rincon. En dan zie je hele gebieden al waar eigenlijk geen groen meer is. En dat heeft een geschiedenis, hè? Ja, klopt. Een heleboel van de oude kunukus die zijn nu begroeid met alleen maar een paar soorten bomen. Cactussen, acacia's. Vroeger was Bonaire een groen bos, een evergreen dry forest. Maar dat hout is gekapt. Dat konden ze gebruiken voor katrollen, de Wayaka bijvoorbeeld. Voor, in welke tijd praat je dan dat het gekapt is? Nadat de Europeanen hier gekomen zijn en dan een paar honderd jaar daarna is het doorgegaan. Wat noem je nu de Spanjaarden, zeg maar? Ja, de Spanjaarden en daarna de Nederlanders. Elk jaar werd er 50.000 kilo aan Wayaka hout, Brazil hout voor de verf, West-Indian Satinwood voor het mooie meubelhout. Werd allemaal gekapt. Ja. Tegelijkertijd hebben ze een heleboel geiten gebracht als proviant voor de schepen. Ja. En die geiten die zijn juist gek op die altijd groene soorten. Ja. Want als het heel droog is in de droge tijd, dan springen die groene soorten eruit en die eten ze op. Ja. Dus wat overblijft zijn de stekelige soorten. En de soortenrijkdom is ontzettend naar beneden gegaan. Ja. En de kans dat het hier weer groeit, heb ik gezien met mijn eigen ogen, is dat die enorme cactuszaag omheen gebouwd is, zodat de geiten hier niet komen en dan... Ja, ik zie met mijn eigen oog. Vertel maar, er komt weer nieuw groen. We hebben een heleboel planten geplant. Maar als je hier rondkijkt, zie je overal alweer wayaka's opkomen die niet eens geplant zijn. Die komen vanzelf terug. Ja. Als er geen geiten zijn, worden ze niet opgegeten, de zaailingen. Ja. En dan groeien ze door. En nou is het natuurlijk wel zo, bepaalde soorten die zaaien zich heel makkelijk uit. Wayaka, de olieba hebben we net een heleboel gezien, huku. En we willen een grotere variatie erin brengen. Dus we planten ook een heleboel soorten. Maar door de geiten eruit te houden, krijg je al... dat het weer verandert in een groen bos. Ja, ja, ja. En niet dat we daarmee tegen de geiten moeten zijn. Nee. Maar wat je zo vaak hoort, ga dat ook in bedwang houden. Zorg dat het ook op zijn eigen plekje kan, zijn eigen eten heeft. Want anders gaat de hele natuur kapot. Ja, er moet een balans in zijn. Die geiten die zijn schadelijk voor de natuur. Maar die kun je wel op kunukus houden. En dan moet er dus voedsel voor de geiten gekweekt worden. Wat ze vroeger ook deden. Ze hadden allemaal velden met maïsje. En dat werd gekweekt als geitenvoer. En voor de funsie, om zelf te eten. Ja. Dus dat was in balans. Ja. Ik heb zelf ook 7 geiten. Die staan thuis, achter gaas. En als ik hier de paden maai, je ziet overal gras staan. Als ik de paden maai, dan neem ik het gras mee naar huis. En dat is dan weer voor de geiten. Dus. Begin van een heel mooi project, wat nog jaren zal duren. Maar tegelijkertijd ook, en daar ga ik toch even aandacht voor vragen, water. Water is zo'n groot probleem, hoor ik van alle agrariërs. Maak het zelf ook mee. Vroeger hadden we hier grijs water. Ja. Grijs water werd geleverd door het web. En dat kostte $1,50 per kuub. Dat kan niet meer om een of andere reden. Die wagens zijn kapot. Dat kan niet meer. Nu grijs water, heb ik begrepen, is nog duurder dan gewoon webwater. Klopt. Het grijze water wordt nu bezorgd. En de kosten natuurlijk voor een vrachtwagen en personeel, ik snap dat ook wel, is hoog. Dus het water is duurder geworden dan webwater. Ja, nou dat kan niet. Dat kan niet meer. Maar tegelijkertijd, met het feit dat we riolering gekregen hebben, zijn er duizenden kubus grijs water. Ja, die worden nu inderdaad in een groot meer geloosd. En het is heel mooi voor de vogelaars, want er zitten heel veel watervogels daar. Ja. Maar het wordt niet meer gebruikt voor de landbouw en voor natuurprojecten. En dat was eigenlijk een voorwaarde toen de waterzuiveringsinstallatie werd aangelegd. Dat er iets terugkwam voor de agrarische sector. Want dat zegt het bestuurscollege, er moet meer agrarisch zijn. Dus ik gebruik toch even... Agrarisch, natuurprojecten ook. Ik heb gezegd, maak geen politiek programma, maar dit vind ik zo'n hot issue... Dat er iets gedaan moet. Nou, hier vertellen. Je hebt hier een bazin. Hoeveel water kan erin? Ik heb hier een waterzak. Daar kan 50 kuub water in. Ja. En die zat aan het begin van vorig jaar vol. En nu leveren ze niet meer. Nou, je ziet hoe het niveau is. Hij kan helemaal tot aan het schaduwgaas. Nu zit er misschien nog, 8 kuub in. Over een maand of twee heb ik geen water meer. En dan is het op. Terwijl alles is hier allemaal keurig aangelegd met watervoorziening en zonder water. Dan kan je ook niet veel. Nee, dan kan ik op zich niet verder. Ja, ik ga het niet dood laten gaan. Dus dan ga ik met trailers met kuubjes water heen en weer rijden. Dat is niet te betalen. Dat is niet te betalen. En het kost veel te veel tijd. Ja. Ja. Ik doe dit naast mijn werk. Ik ben elke woensdag hier bezig op de kunuku. Ja. Als ik al dat water moet gaan halen, dan ben ik die tijd die ik aan de kunuku wil besteden, kwijt aan het water halen. Ja, en ik wil hier nog zoveel andere dingen doen. Ja, ik wil bomen planten, de paden moeten onderhouden worden. Er is hier ontzettend veel werk. Maar ik denk wat je hier doet is voor het hele eiland belangrijk, ook voor de toekomst van het eiland. Dit is maar een paar hectare. Ja. En dit is een voorbeeld, zou kunnen een voorbeeld moeten zijn voor de rest. Ja, dat is de bedoeling. Ik wil heel graag laten zien wat er mogelijk is. Wat ik kan, doe ik. Maar
Ik hoop dat de overheid meekijkt en iets doet. We hebben een bestuurscollege, er zijn stappenplannen. Ik ga ze aan herinneren, wij allemaal. Okay. Hey, we gaan nu even een paar korte dingen even zien die jij behandeld hebt in onze uitzending. We beginnen met de bijen. Oké. Okay. Bijen. Ja, gaan we naartoe. Nou Johan, na die belangrijke inleiding over de stichting, gaan we even een paar puntjes die je in de uitzending gehad hebt. Je hebt het gehad over bijen. Nu staan we bij je eigen bijenkasten. Klopt. Ja, hier staan mijn meisjes. Bijenkasten zitten 10.000, 20.000 bijen in. De meeste zijn vrouwtjes, zijn de werksters. Ja, je ziet ze hier staan. Ik heb hier een 6, 7 bijenkasten staan. En ja, dat is een hele grote hobby en een hele grote passie van me. Maar ik begrijp ook, je wacht tot de dopjes op de honingraad zitten, dat je ze kunt oogsten, toch? Ja, klopt. Een bijenvolk bestaat uit een nest en de onderste 2/3 gedeelte is broed. Daar zitten larfjes in en daar zit de koningin eitjes te leggen. Bovenste 1/3 gedeelte, daar zit de honing, daar slaan ze de honing op. En dat zie je ook aan die kasten, die zijn ongeveer ingedeeld in een laag van 1/3 bovenop. Daar wordt de honing opgeslagen. En een kast, 2/3 van de totale kast, onder waar de broed in zit. Dus als je honing wil oogsten, hoef je alleen maar het bovenste raam eruit te halen. En dan, als de bijen de cellen hebben afgesloten met een waslaagje, dan betekent dat de honing rijp is. Dat die een vochtgehalte heeft van minder dan 20%. En dan is hij te oogsten. Dus ik wacht gewoon tot die ramen helemaal afgesloten zijn door de bijen. Dan weet ik dat de honing onbeperkt houdbaar is en dus de oogst is. Je doet alsof het allemaal heel simpel is. Maar don't try it at home. Ik denk, als je er geen verstand van hebt, toch? Het is niet heel moeilijk, maar je moet het allemaal wel eventjes leren. Hé, die honing, dat ga je niet allemaal zelf opeten. Die honing, is die te kopen ergens? Ja, klopt. Die heb ik te kopen bij Green Label, het tuincentrum. En dan weet ik waar de opbrengst naartoe gaat. Gaat hier naar die stichting, nou, volgens de mij. Stichting, ja. Inderdaad. Daar gaat het geld weer in de ontwikkeling van de botanische tuin. Voor water. Onder andere. We gaan naar de volgende. Ja, Johan, we hebben het ook een keer gehad over de termieten. De zin en de onzin van termieten. Dit is een levend bewijs, denk ik, van zin. Ja. In welke zin? Ja, hier doen ze niemand kwaad. Er is geen bebouwing in de buurt. En hier zijn ze aan het doen wat ze moeten doen. En dat is het recyclen van het hout. Ze zijn een hele belangrijke schakel in de kringloop, in de natuur. Want zij kunnen als een van de weinige beesten cellulose van hout verteren en omzetten in weer voedingsstoffen voor planten in compost. En zij kunnen dat op een aardig grote schaal doen. Okay. En daarnaast geven ze ook huisvesting aan, volgens mij, parkieten. Ja, dat klopt. Dat zie je hier. Hier zit een gat. Meestal zit er een gat ergens aan de onderkant van het termietennest, gaat het omhoog. Die parkieten die hollen het termietennest uit en dan maken ze een nestholte. En daar leggen ze dus de eitjes en voeden ze hun jonkies op en als ze uitvliegen... En het hoeft niet eens een dode termietenhol te zijn, gewoon levend, gaat allemaal goed met elkaar. Ja, gaat heel goed. Als ze het gat aan het graven zijn, dan beschadigen ze het nest, zoals wat je daar in het hoekje ziet. Ja. En die termieten die gaan als een dolle het weer afsluiten, want die kunnen niet tegen licht en die willen gewoon hun kamertjes weer dicht hebben. Dus de wanden van de holte die die parkieten maken, die worden weer mooi afgesloten door de termieten. En dan hebben ze geen last van elkaar. Die termieten die gaan gewoon door in hun termietennest. En die parkieten hebben een mooie holte gemaakt waar ze hun nest kunnen hebben. We kunnen dus gelukkig zijn met elkaar. Ja. Toch? Ik had gisteren een gerechtje, had ik een beetje risotto over. Natuurlijk zonder weg te gooien. Dus ik heb het bewaard. En dan ga ik er kroketjes van maken. En dan ga ik de risotto aanmaken met roomkaas, laat het lekker plakken en dan kun je mooi kroketten vormen. Even lekker goed er doorheen mengen. Maar risotto is natuurlijk altijd een beetje plakkerig, dus dat kan eigenlijk nooit fout gaan in een kroketje. Dan gaan we natuurlijk nog een beetje smaak aan brengen. Ik heb een beetje gedroogde tomaat voor de kleur. Ik heb hazelnootjes even licht gebruneerd. Klein beetje bosui en risotto en parmezaanse kaas, dat is natuurlijk altijd heerlijk, hè.
Oké. Nou, om een beetje dezelfde vorm te krijgen, gewoon de ijslepel. En dan gaan we een klein kroketje rollen. Dan heb ik paneermeel, heb ik zwart sesamzaad doorheen gedaan en gekneusde peper. Dan gaan we het doorheen halen. Als je nou twijfelt, kun je het ook een keer door het ei halen. Dan plakt het paneermeel nog beter. Maar meestal kleeft het genoeg. Nou, je kunt natuurlijk ook in je eigen creativiteit in kwijt. Je kan balletjes maken, je kan schijfjes maken, je kan vierkantjes maken. Je kunt alle kanten op. En eigenlijk zo'n mooi vak, hè. Kijk, een dobbelsteentje, ook altijd leuk. Oké. En je kunt ze makkelijk in diepvries bewaren, dus als je een keer onverwachte gasten krijgt, even in de diepvries, in de frituur, ah mooi. Ik ga gelijk door met het groentegerechtje. Ik had vorige keer ook al rijstpapier gedaan, had ik geweekt in water. En dan had ik er ook eentje geweekt in bietensap. Want we hadden nog erg veel gasten. Dus dan zei ik dit eruit geknipt. Ik wil toch een keer laten zien dat het toch wel grappig is dat je rijstpapier dan rood kleurt. Vanwege red palm natuurlijk. Hè? Dus even laten weken dat het zacht is. Dan ga ik het vullen met een mengelmoesje van groenten. En ik had vroeger nog een leermeester die zei het is het leukste dat je de groenten serveert bij een gerecht wat het beest zelf hebt gegeten. Dus het beest heeft natuurlijk ook maïs gegeten. En denk worteltjes en uitjes. Dus dan komt die smaak nog mooier terug in de combinatie. Oké, kijk. Een mooi red palm rijstpapierlapje. Nou, vulling erop. Dan gaan we een mooi buideltje maken. Ik heb een preilintje gedaan, een dun lintje van prei, even geblancheerd. En dan kun je er een knoopje maken, dan is die flexibel. En dan kun je mooi dichtknopen. En dan serveren we dan straks bij het hoofdrecht. Dat doen we hierna. Leo, even terug naar jou. Corjan, dat ziet er weer heerlijk uit, dankjewel. Wij gaan verder hier in onze babbelgedeelte. Ik zet hier aan tafel Ludiana van Animal Shelter aan de Caminde Lagoon. Jullie hebben vandaag 26 mei, groot feest. Klopt, het is een groot sterilisatiefeest. We geven uit informatie over gratis sterilisatie. En we helpen ook mensen die de dieren niet zelf komen brengen, die halen we zelf op. En dat doen jullie al 22 jaar, begrijp ik. Ja, klopt. Dus het zijn honderden sterilisaties. Ja. Per jaar ongeveer? Per jaar ongeveer 500. 500. Ja. Dit jaar zitten we al op 205. Nu alweer op 205. Ja. En wat ik gelezen heb, jullie ook een aantal jaren geleden echt een heel groot event gehad. Dat moet je echt even vertellen. Met dierenartsen uit andere landen ook. Ja, hoe ging dat? Dat waren iets van 5-6 dierenartsen. En die hebben dan sterilisatie gedaan in wat nu onze pantry is. Ja. En het ging gewoon achter elkaar door. Achter elkaar door. Ja. En hoe deden ze dat op zo'n dag? Of een week was het gewoon? Ja, hebben ze meer dan 100 dieren gedaan. Meer dan 100 dieren gedaan. Hey, jullie zijn daar dus 22 jaar geleden mee begonnen. In eerste instantie voor mensen die het geld echt niet hebben om een sterilisatie. Want wat kost een sterilisatie? Sterilisatie kost ongeveer $25. $25. Ja. Nou, mensen die het geld niet voor hebben of niet aan willen uitgeven, laten we eerlijk zijn. Daar ben je mee begonnen. Toch heb je later gezegd, nee, dat moet voor iedereen moet het gratis zijn. Ja, klopt. Waarom? Ja, want er blijven toch heel veel dieren
kleintjes krijgen dat ongewenst zijn. Dus als je het voor iedereen gratis doet, dan kan niemand zeggen, het kan niet. Precies. Maar dan nog, heb ik wel eens begrepen, moeten jullie zelf actief ook nog hondjes gaan ophalen, waarvan je weet dat die weer kleintjes alsmaar krijgen. Ja, klopt. Want is dit dan volgens mij, denk ik haast wel, de belangrijkste aanpak om de ongewenste aantal te veel hondjes tegen te gaan? Ja, want anders laten ze ze maar broeden. Ja, dat is jullie hoofdtaak eigenlijk. Ja, klopt. Ja, precies. Hey, en doe je dat met, we hebben op het eiland een paar dierenartsen. Is dat dezelfde dierenarts of hebben jullie een pool van dierenartsen? Nu, op dit moment, hebben we er maar twee. Je hebt er twee? Ja, Jan Laraker en Velkruf de Vries. En beide worden dan daarvoor, daarvoor gevraagd? Ja, ja, ja. Hey, en dat kost een hoop geld, maar ik begrijp tegelijkertijd ook dat het bijna ook dweilen is met de kraan open, want het houdt niet op, hè? Nee, het houdt echt niet op. We krijgen heel veel jonge dieren nog binnen. Ja. En nu is het vooral wilde poezen eigenlijk. Ja, de poezen ook nog. Ja. Is dat hetzelfde sterilisatiefonds die ook dat moet... Ja. Ongelooflijk. Het komt allemaal uit hetzelfde fonds. Ja, ja, ja. Hey, en die... Ik wil dat alles snappen. Want jullie krijgen ook geld van Dierenlot. Ja. Hè, waar ik dan de ambassadeur voor ben. Wie betaalt wat? Laat ik het zo vragen. Dierenlot betaalt vooral voor onze ambulance en het eten. En als ze verbouwingen hebben, betalen ze een deel ervan. Ja? Maar de sterilisatiefonds, dat is een aparte fonds. En dat is van de Cruise Market en de Papoes de Pruga, onze tweedehandswinkel. Okay. En donaties vooral. Okay. En dat zijn particuliere bedrijven die doneren. Ja. En die weten gewoon voor $25... Dan is er weer een sterilisatie eigenlijk mogelijk gewoon. Ja, klopt. Ja, 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 ja. Hey, en de poezen ook inderdaad. Dus ja, dezelfde soort ingrepen lijkt mij ook. Hetzelfde prijskaartje ook. Ja. Ja, 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 ja. Hey, en dan 22 jaar bestaan jullie al. Ik denk een van de oudste dierenorganisaties van Bonaire, want denk ik niet. Ja, want het dierenasiel zelf is opgericht 35 jaar geleden. Ja, ja. Dus. Terug naar het feestje van vandaag. Ja. Zondag. Deze uitzending is om 12 uur klaar. Kunnen de mensen dan nog steeds naar de Caminde Lagoon komen? Ja, dat kan tot 2 uur. Tot 2 uur? Ja. Oké. Okay. Wat, ze moeten gauw gaan, want er komt ook nog een loterij, hè? Ja, klopt. Er is een loterij. Er is ook een kleine silent auction met een paar dingen van Upcycle Bonaire. Een paar tassen. Ja. En er zijn ook hangmatten. Er zijn van alles en nog wat dat je kan winnen. Is het altijd prijs? Bijna? Bijna altijd. Het is gewoon de moeite waard om te komen natuurlijk. En zijn, het is ook een rommelmarkt. Dus dan en ook weer, dat is een belangrijke bron van inkomsten. Ja, klopt. Dus eigenlijk is het ook weer een oproep waard dat mensen hun spullen die wat waard zijn bij jullie kunnen komen brengen altijd. Ja, kan altijd. Want hoe vaak is de rommelmarkt? Deze rommelmarkt is nu vanwege het feestje op het asiel zelf. Ja. Maar elke zaterdag is er de kringloopwinkel. Oké. En hoe bereiken ze jullie het beste? Bellen of naar de website? Bellen of naar de website of ze mogen de spullen ook gewoon komen brengen op Caminde Lagoon als het kan. En iedereen weet denk ik wel, Caminde Lagoon is richting Lentville voor de mensen die het niet weten. Klopt. Aan je rechterhand kan je het vinden en daar kan je de spullen kwijt. Je daar containers staan geloof ik, wordt allemaal uitgevoerd, schoongemaakt, netjes gemaakt. En vindt zo zijn eigen weg en vindt weer de weg nu naar het sterilisatiefonds. Ja, klopt. Hey, dan toch blijven er wat jij zei, een hoop hondjes worden zwanger. En dan is dat te laat eigenlijk. En die komen veelal bij jullie. Ja. Dat is eigenlijk jullie tweede hoofdtaak, denk ik. Ja, zoeken van adoptieouders. Ja. Hondje van de week? Hondje van de week is Kiersa. Heb je meegenomen, hè? Ja. En om nou jong en oud bewust te maken van het feit dat sterilisatie zo belangrijk is om het aantal ongewenste hondjes en katjes te voorkomen, hebben jullie ook een educatieprogramma. En dat heet Bonnie de Superdog. Ja. Hoe werkt dat? We gaan naar scholen en we beginnen bij de jonge kinderen om uit te leggen dat sterilisatie heel belangrijk is, ook voor de dieren. Maar zijn er misschien ook nog kinderen die zeggen, ja, maar ik vind het zo zielig, want ze moeten ook kindjes kunnen krijgen. Is dat ook een soort tegenwerping? Nee, bij kinderen is het nog niet zo ver dat ze denken, oh, het moet een kindje krijgen. Dat dus niet? Nee. Dus die pakken het wel op, gelukkig. Ja. Okay. Die begrijpen het wel, alleen dan overtuigen van de ouders is wat moeilijker. En dan is het misgegaan, dan is er een nestje ongewenste hondjes of poezen en die worden bij jullie gewoon in het afzethok volgens mij gewoon neergezet. Ja. Kom je op je werk en heb je weer een nestje. Ja. En moet je dan weer de fles geven soms en weer helemaal opvoeden. Ja, maar
Maar dan komt het moment dat jullie naar buiten komen met het hondje en zegt: alsjeblieft, wij zoeken hier verzorgingen voor. Ja. En je hebt er eentje meegenomen. Ja. We gaan er even roepen. Kan je deze kant op komen? Kies me. Onder de scheek. Wat is de naam van het hondje? Dit is Kirsa. Jullie geven zelf die naam in deze steeds. Ja, steeds. Klopt. Top. Kom erbij. Mag die op tafel? Van mij mag die op tafel. Ja, dan mag ze op tafel. Jeetje, mijn huis. Hey, vertel eens even, hij gaat er lekker hebben liggen. Kijk eens, goed opgevoed al. Heel goed opgevoed. Mag die met zijn gezichtje naar de camera kijken? Mensen willen het graag zien. Wil je dat doen? Kom maar bij mij even zien. Kom maar bij mij. Hoe oud is die? Over een droppie. Kirsa is 3 jaar. Ongeveer. 3 jaar. Hij wil graag bij jou blijven. Ja. Is het een mannetje, is het een vrouwtje? Vrouwtje. En wat kan die allemaal al wel, wat kan die nog niet? Ze kan zitten, pootje geven. Ja. Netjes aan de lijn lopen. Zindelijk. Op tafel liggen. Op zindelijk. Tafel liggen. Ja. Liever op schoot zitten. Liever op schoot. Liever op schoot zitten. Hij is toe om, om verzorgd te gaan worden. Ja, om gewoon een eigen huisje te krijgen. Ja. Wat is nou jouw tip eigenlijk als mensen kijken naar dit hondje en zeggen, met een scheetje? Dan nog, waar moeten ze op letten om de juiste keuze te maken? Dat ze wel veel aandacht voor hebben, want dat heeft ze wel nodig. Oké. Okay. En hoe oud was je toen die bij jullie kwam? 3 jaar. Oh, 3 jaar? Ja, is nog niet zo lang. Nee, ze is denk ik 3 maandjes ongeveer bij ons. Okay. Ja, zoiets. Is hij gewoon achtergelaten bij jullie of echt gebracht door iemand? Afgestaan. Afgestaan? Ja. Iemand die zelf niet meer kon of niet meer wilde? Of... Nee, ja, ze lag aan de lijn en dat vond de meneer ook niet echt fijn. Dus dan zoeken we toch wel een huisje voor waar ze wel de ruimte heeft en tijd voor hebben. Ja. En waar die ruimte ook afgezet is. Vorige week hadden we inderdaad de politie ook. Inderdaad, dat blijkbaar wettelijk moet die ook in een afgesloten ruimte. Of aangeleend, maar dat is natuurlijk geen optie eigenlijk. Nee. Het is niet echt een leven voor een hondje. Nee, een hondje niet, nee. Nou, vandaag misschien nog langsgekomen bij jullie op de Camino Lagoon. Ja. Tijdens het feestje. En anders gewoon de hele week. En als je al weg is, dan zijn er zo ontzettend veel leuke honden. Heel veel. Echt heel veel. Ja. Heel veel. En wat ik vorige keer ook toen ik bij jullie was gehoord heb, het hondje moet ook het baasje uitkiezen. Ja, zo werkt het. Dat moet een klik zijn, dat heb jij toen verteld. Ja, fantastisch. Nou jongens, ik zou zeggen, kijk nog even in de camera. Verkoop jezelf, schat. Kijk een keer. Zwaai. Kijk eens even. Hey, dank voor jullie komst en hartstikke veel succes vandaag. Dank je wel. Ik hoop dat er weer een hoop binnenkomt voor het Sterilisatiefonds en voor jullie werk. En toi toi. En dank je wel. Dank je wel. We gaan door naar Corjan. Nou, ik heb alle componenten klaar. Ik heb de kroketjes, ik heb de groenten. Ik heb de rol. Hij is mooi gaar. Leuk spiraaltje met kleurtjes. En ik heb de chutney. Dus we gaan alles afmaken. Dan houd ik de kalkoenbiefstuk even lekker aanbakken. Dat is natuurlijk gekookt en iets wat gebakken is. Geeft altijd ietsje meer smaak. En ik ga de kroketjes frituren. Zoiets kun je even warm stomen, heb een klein beetje water, een zeefje, even erin. En dan stoomt hij lekker warm, blijkt hij mooi in model. Want in de oven zou het natuurlijk uitdrogen, dus met vocht opwarmen. Nou, je hebt natuurlijk dat is leuk als hoofdgerecht, maar je kan er ook een voorgerecht van maken. Kijk, sla. Een leuke dressing erop, zelfde garnituurtjes, tomaat, groene asperge, dunne plakjes. Een beetje chutney erbij. En dan heb je ook een leuk voorgerecht. Even mooi rondom kleuren. En warm laten worden van binnen. Gaar is die al. En ik zeg gaar is gaar, niet verder, want het wordt droog. En natuurlijk weer zonde. En een lekkere, sappige kalkoenbiefstuk. Dan is het fabeltje van kalkoen is al droog. Dat is dan ook geen waar meer.
kijken op het laatst nog een klein beetje roomboter erbij. Voor de smaak. En dan mag die op bord. Kijk, kroketjes zijn ook goed. Dat is maar leuk. De chutney erbij. Takje peterselie. Nou, kijk, toch wel een leuk gerechtje van kalkoen. Een biefstukje, een vierkantje en een kroketje van rijst. En rijstpapier gevuld met groenten. En lekkere mango chutney. Eet smakelijk. Wat doen we dan weer? En je gaat op vakantie, waar ga je naartoe? Naar Zeeland. Weer naar Zeeland? Ja. Het andere eiland. Het andere eiland, ja. Hey, heel veel plezier. Ja, dankjewel. Goed, goeie reis.